De BMW S1000R, een van de meest begeerde en snelste roadsters op de markt. Maar wat als ik je zou vertellen dat het nog exclusiever, extremer en sneller kan? Dit is de BMW M1000R. De meest extreme roadster die BMW Motorrad ooit gemaakt heeft. En tevens de allereerste roadster die de iconische M-badge mag dragen. De M1000R heeft dan ook serieus meer vermogen dan de reguliere S1000R. De normale R beschikt over 165 pk. Maar deze M perst maar liefst 210 pk uit zijn 4-cilinder lijnmotor. Een toename van 45 pk. Het koppel is met 113 Nm ongewijzigd. Wel biedt de M1000R een hoger maximaal toerental van bijna 15.000. En daarnaast een topsnelheid van ruim 280 km per uur. Dit alles in een pakket dat volgetankt slechts 199 kilo weegt. En deze 4-cilinder met Acropovitz-demper genereert natuurlijk een fantastisch en onmiskenbaar geluid. Met al dit vermogen komen de winglets goed van pas. Deze genereren tot maar liefst 11 kilo extra downforce. Wat zich vertaalt naar betere rijstabiliteit, later afremmen en eerder accelereren. De elektronica en de hulpmiddelen van deze M1000R helpen je om het meeste uit dit vermogen te halen. Zo is hij onder andere uitgerust met 6 rijmodi's, launch control, slide control en wheelie control. De styling van deze roadster is ook een stuk extremer dan die van de normale R. Want hij is nu voorzien van een motorspoiler, aluminium bar end spiegels, een Acropovitz uitlaatdemper en een heleboel M-accessoires. De M1000R die we hier hebben staan is ook nog eens uitgerust met het competition pakket. Dit pakket voorziet de M1000R van gevreesde aluminium onderdelen en een heleboel carbon. Ook is de M1000R standaard uitgerust met een 6,5 inch TFT display met connectivity, handvatverwarming, cruise control en keyless ride. Wil jij graag meer weten over de M1000R of een keer komen proefrijden? Voel je dan zeker niet bezwaard en neem contact met ons op. Of kijk voor meer informatie op www.motorplaza.net. Graag tot ziens bij Motorplaza.